ben vandaag aanwezig bij een seminar. De effect die dat heeft op jongeren. En daarna gaan we gesprekken. Ik weet niet, het is een of ander vliegtuig, helikopter in één. Ik weet niet wat het is, maar het is dit. Daar ga ik naar binnen. En daar is de livestream straks met Concentrate. Hey, welkom weer bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Ik zit in de auto. Verrassend, deze hele week staat een teken van autorijden. Het is al laat, jongens. Ik begin mijn vlog nu pas. Het is 5:10. Ik ben onderweg naar Hilversum, naar Mediapark. Ik ben vandaag aanwezig bij een seminar van beeld en geluid. En ja, er wordt een panel discussie gevoerd en daar zit ik bij. Hartstikke leuk. Mensen die aanwezig zijn kunnen ons vragen stellen. En de vragen zullen gaan over YouTube. Eigenlijk gaan we discussiëren over het feit dat wij vloggers zijn we echt allemaal zo invloedrijk? Zijn we allemaal een groot voorbeeld, ja of nee? Weet je, hoe gaan we ermee om? We hebben veel kijkers. Zijn we de grote zus, ja of nee? Eigenlijk een beetje de discussie die de laatste paar maanden toch wel behoorlijk veel in de media was. Daar gaan we over discussiëren. Ik heb er onwijs veel zin in. Dat zal heel leerzaam voor me zijn, maar ook gewoon heel mooi om gewoon de vragen te kunnen beantwoorden die worden gesteld. Om mijn mening daarin te kunnen geven. En hopelijk wordt het gewoon een goede discussie. En eigenlijk omdat ik nu pas zo laat begin met vloggen, wat ik vanochtend heb gedaan, mochten jullie daar geïnteresseerd in zijn, is eigenlijk alleen maar werken met Lola. En Rocks uitgelaten. Niet meer en niet minder. En morgen ga ik naar de livestream van Concentrate. En de livestream zal plaatsvinden in het Schillerhotel, waar ook RTL Late Night altijd wordt opgenomen. Morgenavond tijdens RTL Late Night zullen er ook volgens mij een aantal YouTubers aan tafel zitten. En dan gaan we het hebben over Project C. Nou, dat hebben jullie gezien in de vlog, dat ik daar ook een klein rolletje in heb. En de livestream zal ook echt alleen maar gaan over Project C. En ze hebben mij uitgenodigd, dus daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Dus omdat dat morgen ook aan het einde van de dag is, en dit is nu ook aan het einde van de dag, ga ik die twee dagen, dus vandaag en morgen, doe ik in één vlog. Dan, dat is leuker, want anders dan, ja, zometeen rijd ik naar huis en dan ben ik thuis en dan ga ik waarschijnlijk eten en dan ga ik een filmpje kijken en dan ga ik naar bed. Dus dat is een beetje saai. Dus dat is dan, weten jullie dat? Dat dit gewoon twee dagen in één vlogje zal zijn. Ik vind het leuk dat je kijkt en jullie zien me straks in Hilversum. Iets meer inzicht over de effect die dat heeft op jongeren. En daarna gaan we gesprek aan met vloggers zelf, met andere jongeren die er veel van af weten en met een aantal experts. En dan is er ook veel ruimte voor vragen van u, opmerkingen, ervaringen die u zelf heeft. Dus laten we er een gesprek van maken met elkaar. Het is mijn ervaring altijd dat als we iedereen allemaal meedoen, dat het gesprek een stukje beter wordt. Zo, ik ben klaar. Ik zit weer in de auto. Het is super goed gegaan. Het was heel leerzaam. Er waren ook twee professionals die gewoon heel veel vertelden over het gedrag van de kinderen, het zelfbeeld wat ze hebben, hoe ze dus eigenlijk naar alle YouTube, niet alleen YouTube, maar hoe ze gewoon naar filmpjes op internet kijken, wat voor invloed heeft dat op ze. En er zijn eigenlijk heel veel vragen gesteld vanuit het publiek naar ons toe. Oeh, Claire was er ook. En we hebben eigenlijk gewoon erover gesproken met z'n allen en er was volgens mij heel veel duidelijk. En ja, het was heel interessant. Ik heb er echt weer heel veel van geleerd. Als het goed is, kan ik nu al naar buiten. Ik hoop het. Start even die auto. En dan gaan we lekker naar huis. Ik ben thuis. En mijn mannetje daar staat op me te wachten. Ik ga hem nu uitlaten, douchen, slapen. En jullie zien me morgen weer. Dus tot morgen. There he is. Dank u wel. Hey, het is de volgende dag en ik zit met Lola in de Mercedes-Benz die ik net even filmde. Oké, van buiten is die mooi, maar van binnen? Echt prachtig. Ik weet niet hoor, het is een of ander vliegtuig, helikopter in één. Ik weet niet wat het is, maar het is dit. Boom. Hier zit ik dan. We liggen ook echt een soort van in de stoelen. Ja. Hallo Java. Hallo. Kijk nou. Gaat naar voren, elektrisch. En volgens mij is het wel heel erg leuk om hier nu in te rijden. Zeker, absoluut geen straf. Nee, heerlijk. Leuk man. Even kijken hoeveel beenruimte ik heb. Ja. Oh mijn god, ik strek mijn benen. Can I have you? Can I have you? Oh. Hallo. 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 De Walt Disney komt nu.
Wat vond je van de show? Ja, heel apart. Bijzonder. Was het. Ja, wel mooi. Het is niet kleding wat je echt zelf gaat dragen, maar nee. Het is gewoon heel tof om te zien. En even voor de kijkers, het waren dus eigenlijk designers die dus hun interpretatie van de film Belle en het Beest hebben gecreëerd in een designer outfit. Ja, in hun eigen jasje gestoken. Ja, in hun eigen jasje gestoken met hun eigen belevenis en hun eigen fantasie. Wat dus heel bijzonder was, we vonden het leuk om er te zijn. Nu zijn wij op Rembrandtplein. We gaan eten bij Fabiano. Lekker pasta. En dan, daarna moet ik naar het NH Schillen Hotel, daar waar RTL Late Night wordt opgenomen. Daar heb ik opnames voor Concentrate. Yes, eet smakelijk. Ik heb pasta met scampi en spinazie. En welke heb jij? Ik heb penne met bolognese. Lekker. En een white tea. Eten. Super lekker. Rembrandtplein. Nou, Lola is net op de tram gestapt. Die is richting huis. En ik loop nu hier op Rembrandtplein. Daar ga ik naar binnen. En daar is de livestream straks met Concentrate. Hey! Zo jongens, ik ben alweer thuis in de auto, net geparkeerd. Ik mocht helemaal niet binnen filmen. In het Schiller Hotel. Dit is eigenlijk gewoon vanwege privacy redenen. En dat was heel erg jammer. Want ik pakte mijn camera en ik wilde gaan filmen met de andere YouTubers. Alleen toen werd er echt geschreeuwd. Nee! Oh, mijn lampje. Zo. Ja. En toen werd er echt geschreeuwd van nee, jullie mogen hier niet filmen. Dus helaas heb ik niet kunnen filmen binnen voor jullie. Wel was de livestream super leuk. Mochten jullie benieuwd zijn, de livestream kunnen jullie ook gewoon op YouTube vinden via Concentrate. Dus ben je benieuwd wat ik vandaag precies heb gedaan in het Schiller Hotel, dan kunnen jullie dat terugkijken. We werden eigenlijk gewoon geïnterviewd en we hebben een quiz gedaan. Het was super leuk en allemaal ging het over Project C. Project C staat ook online, die kunnen jullie ook allemaal terugkijken op Concentrate. En het is best wel grappig geworden. Iedereen heeft zeg maar wel maar een paar seconden zijn eigen dingetje, maar het is zo vet gemaakt. En ik voel me echt vereerd dat ik een van de YouTubers ben die in deze film of in deze clip voorkomt. Zo, super cool. Ik heb heel lief een flesje wijn gekregen. Un Sauvignon. Een witje. En die gaat mee naar binnen. En die zet ik in de koelkast. Ik ga lekker knuffelen met Rox. Eerst ga ik hem even wandelen natuurlijk. Knuffelen. Knuffelen met mijn kerel. Rayas is er ook. Dus knuffelen met de Rayas. Douchen en slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog. Vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren. En jullie zien mij vast deze week alweer in een nieuwe video. Doei!